Welkom bij deel 5 van de cursus Filatelie. In dit gedeelte gaan we de eerste dag enveloppen en maximumkaarten bekijken. Eerste dag enveloppen heb je van de meeste landen op de wereld. Zo hier Mauritius, de Verenigde Arabische Emiraten, India, maar ook Amerika, waar het ooit allemaal begon. Eerste dag enveloppen van Amerika werden vervaardigd door particulieren, verenigingen en later door de Postal Service. Ze werden verstuurd over de hele wereld. Zo kwam er toevallig ook een eerste dag envelop terecht in het plaatsje Enkhuizen. De zoon van de heer Sluis, van het bedrijf Sluiszaden, was een fervent postzegelverzamelaar. Hij vroeg dan ook aan zijn vader of hij in de privédrukkerij zelf wat eerste dag enveloppen mocht laten drukken. Dit is een voorbeeld van een van de Sluis eerste dag enveloppen. Een zeer zeldzaam cover. Het idee werd door verschillende filatelistenverenigingen in het land opgepakt. Hierdoor ontstond er een weerwar aan eerste dag enveloppen. Begin 1950 besloot de NVPH de eerste officiële eerste dag envelop te laten uitgeven. Inmiddels een waardevol collectors item. In de jaren 50 mocht je niet investeren in postzegels. Dit was deviezenhandel. Dit is een eerste dag envelop uitgegeven ter gelegenheid van de landing van Willem te Scheveningen in 1813. Deze kwam uit begin 2013. Zou die dan toch nog komen? Sinds 2011 komt er elk jaar een eerste dag envelop uit in Den Helder. Deze ter ere van Napoleon. Maximumkaarten worden al verzameld sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. Het idee is om een kaart te zoeken welke past bij het zegel en dan nog een mooi stempel erop. Het volgende exemplaar is uitgegeven in 1980, ter ere van de inhuldiging van koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 2013 is wat dat aangaat ook een historisch jaar. Dit is alweer het einde van deel 5. Graag tot ziens bij deel 6. Waarin luchtpost en censuurbrieven. Doei!